Afgelopen donderdag speelde Jong Ajax de mini-klassieker op Woudestein, het stadion van Excelsior. Ze speelden tegen Jong Feyenoord Excelsior. En Jong Ajax ging goed van start in deze belangrijke wedstrijd. De wedstrijd die voor de winterstop een flink aantal keer werd afgelast. Hier met Marvin Zegelaar aan de zijlijn met zijn voorzet op Timothy van der Meulen. De centrale verdediger, meegekomen naar voren, kopt na 14 minuten de 0-1 tegen de touwen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen van deze centrale verdediger. En Jong Ajax kende een zeer goede eerste helft. Bijna uitsluitend echte Jong Ajax-spelers op Wilaert en Aissati na. Hier is het Eusbilis die Aissati wegstuurt. Hij trekt de bal voor en dan is daar meegelopen Danilo da Sousa Campos. En zo staat het na 17 minuten, maar liefst 2-0. Daverende start van Jong Ajax ziet ook John Bosman. En dan weer Zegelaar. Op Danilo. In de eerste helft zeer dreigend. Met zijn schot wordt gekeerd door de Griekse keeper van Jong Feyenoord, Lamprou. Zoals gezegd een belangrijke wedstrijd voor Jong Ajax. Want bij winst blijven ze absoluut meedoen onder koppositie in de beloftecompetitie. En dan hier weer Danilo. Met een goede sprint en zijn krulbal net naast getikt. Weer een goede redding van de keeper, maar ook weer een goede aanval van Jong Ajax. En Leo Beenhakker kijkt bedenkelijk toe. Jong Ajax schakelde na rust een tandje terug. Kreeg nog één kans, weer voor Danilo. Maar weer vindt hij Lamprou op zijn weg. Rebound dan voor Ebicilio en Overtoom. En die gaan er ook niet in. Zo wint Jong Ajax met 2-0 van Jong Feyenoord.